wat word jij toch al een grote jongen. Ik ben een knul van 4 en ik maak graag plezier. Steeds erop uit, ik heet Kajoe. Ik ga graag aan de slag, zo leer ik elke dag. Kom met me mee, ik heet Kajoe. Elke dag is anders. Iedere keer met mama en papa ontdek ik steeds meer. Groter groeien valt best mee, soms wel wat zwaar, oké. Bessenheuvel. Vandaag zou het een drukke dag worden in het huis van Kajoe en zijn familie. Mama en papa gaven een verrassingsfeestje voor opa. Tadaa! De verjaardagstaart is klaar. Maar nu zijn er nog een miljoen andere dingen te doen. Nou, maak je maar geen zorgen over de versiering. Dat zal ik wel doen. Huh? Oeps. En ik zou de slagroom van de spatels likken, toch? Ja. En jouw andere taak is om met opa te gaan wandelen, zodat hij wat te doen heeft. Oh ja. Maar wat moet Rosie doen? Zij helpt met het inpakken van opa's verjaardagscadeau. Maar volgens mij is ze even de weg kwijt. Rosie, heel mooi. Oh, een cadeautje. Ik ben vergeten een tekening te maken voor opa. Dan zou ik maar opschieten. Ze kunnen er elk moment... Hallo daar. ...zijn. Oh, ik verstop de taart. Doe snel de strikken weg. Hallo allemaal. Oh, wat worden jullie toch groot. Ja, kijk nou. Straks kan ik op jullie rugpaardje rijden. En Tijger, verheug je op onze wandeling van vandaag? Ja! Jullie zullen het vast heel leuk hebben. En als jullie terugkomen, gaan we lekker rustig met z'n allen eten. Doei, doei! Doei! Zeg, Kajoe, ik dacht, we fietsen lekker naar de Bosbessenheuvel en lopen dan naar boven. Wat dacht je daarvan? Bosbessenheuvel? Kajoe had een heel goed idee. Daar kon hij bosbessen plukken als cadeautje voor opa. Zullen we dan maar, mijn jongen. Pak je fiets en dan gaan we. Naar de Bosbessenheuvel! Ik ben hier al jaren niet meer geweest. Waar kunnen we bosbessen plukken? Nou, niet hier langs de weg, maar we vinden er misschien wel een paar langs het pad. Kom mee. Waar staan de bosbessenbomen? Nergens. Bosbessen groeien als struiken. Sst, luister. Een roodvink. Zie jij hem ergens? Het is een felrood vogeltje. Nee. Misschien kan ik hem wel dichterbij lokken. Oei, oei, oei. Probeer jij hem ook te lokken. Oei, oei, oei. Het werkt. Wauw, opa, jij kan met vogels praten. Hier zouden we best wel eens bosbessen kunnen vinden. Het is zonnig en heuvelachtig. Opa, kijk! Een witstaarthertje. Wat is ze mooi. Waarom heten ze zo? Zijn staart is niet wit. Die witte staart laten ze pas zien als ze schrikken. Oeps. Zo dus. We hebben haar lunch verstoord.
Dit zijn bosbessenstruiken. Bosbessen! Oh, ze zijn bijna allemaal op. Hij zal wel honger hebben gehad. Kom mee, Caillou. Het mooiste uitzicht hebben we verderop. Caillou deed de bosbessen vlug in zijn tas. Hij hoopte dat ze er nog meer zouden vinden. Wacht op mij! Maar hij was teleurgesteld toen ze bovenop de heuvel aankwamen en er nergens bosbessen te bekennen waren. Opa, zie jij hier ergens bosbessen of kruisbessen of andere bessen? Nee, maar moet je het uitzicht eens zien? Kijk, een luchtballon. Hallo! Ik denk niet dat ze je kunnen horen, Caillou. Maar misschien zien ze ons zwaaien. Hé, hey, hallo! Hallo! Oh, wat een heerlijke dag. Wist jij dat ik vandaag jarig ben? Ja... Wat is er, mijn jongen? Nou, ik wilde een heleboel bosbessen voor uw verjaardag plukken, maar ik heb er maar een paar gevonden. Caillou, je hebt me al een fantastisch cadeau gegeven. Ik ben al de hele middag met mijn kleinzoon op pad. Wat kan ik me nog meer wensen? Dat is vreemd. Het licht is uit. Verrassing! Wat is er gebeurd met het rustige familieetentje? Ik dacht dat dit misschien leuker was. Dat heb je goed gedacht. Fijn dat je met opa op stap bent gegaan. Hebben jullie het leuk gehad? Ja, maar ik heb niet zoveel bosbessen gevonden. Nou, volgens mij zijn dat er precies genoeg. Maar waarvoor zijn die dan? Het is een citroentaart met bosbessen erop. Mijn lievelingstaart. Kom hier, Caillou. En jij ook, Rosie. Help maar even de kaarsjes uitblazen. 1, 2, 3. Vandaag had Caillou geleerd dat tijd doorbrengen met iemand van wie je houdt het mooiste cadeau is dat er bestaat. Klassenhuisdier. Kijk hem eens gaan. Wat doet hij toch? Hij is lekker aan het rennen. Zelfs hamsters hebben beweging nodig. En wie wil Hamish graag voeren? Oh, ik! Ah! Oké, Caillou. Dan mag jij Hamish voeren. Maar niet te veel. Caillou lette goed op dat hij Hamish niet te veel gaf. Volgens mij moet hij ook water. Dat klopt. Goed gezien, Caillou. Jij zorgt heel erg goed voor ons klassenhuisdier. Dank u, juf Martin. Zou je misschien het hele weekend voor Hamish willen zorgen? Echt waar? Mag dat? Waarom mag ik niet voor Hamish zorgen? Ik hou ook van hamsters. Ik ook. Ik zorg heel goed voor huisdieren. Luister jongens, ik heb met al jullie ouders gepraat en jullie mogen om de beurt een weekend voor Hamish zorgen. Echt waar? En dit weekend is Caillou aan de beurt. Caillou kon bijna niet wachten. We laten Hamish hier eerst even staan, tot we een goed plekje hebben gevonden. Hij mag wel bij mij op de kamer. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is, Caillou. Hamsters zijn 's nachts wakker. Dan zou hij je wakker kunnen houden. Maakt niet uit. Muisje. Nee, dit is Hamish. Hij is een hamster. Ons klassenhuisdier. Muisje lief. Nee, Rosie. Het is een hamster. Geen muis. Rosie, muisje voeren?
Nee, hij heeft al eten gekregen. En het is een muis, geen hamster. Ik bedoel een hamster en geen muis. Muisje wil kaas? Nee, muisje houdt niet van kaas. Volgens mij wil er nog iemand naar Hamish kijken. Papa, mama en Rosie hadden Hamish al gezien. Caillou kon verder niemand verzinnen. Oh, Gilbert! Gilbert? Gilbert vindt muisje niet lief. Nee, ik denk dat hij gewoon nog even aan Hamish moet wennen. Als we Gilbert gewoon goed in de gaten houden en veel aandacht geven, komt alles prima in orde. Maar Caillou vond het moeilijk om Gilbert aandacht te geven, met zo'n schattig klein hamstertje in huis. Zo, hoe vind je het hier, Hamish? Hier heb je mooi uitzicht op een speelgoed. En je hebt je wiel en je eten en je waterflesje. Hij was veel te druk en had niet in de gaten dat Gilbert heel graag wilde spelen. Kijk eens, Hamish. Paschetti, yummy. Lekker hoor. Oh, dank je. Oh, ik moet Hamish nog voeren. Mag ik van tafel? Maar wel meteen terugkomen, hè? Oké. Caillou rende zo hard door de keuken dat hij niet doorhad dat hij Gilbert's bakje omschopte. 'S Avonds was Gilbert vergeten dat zijn eten was weggerold. Kijk nou, een speelgoedmuis. Daar wil Hamish vast wel mee spelen. Kijk eens, Hamish. Hier heb je een leuk muisje. Je bent al helemaal klaar om te gaan slapen. Oh, en je zou het waterbakje van Gilbert nog bijvullen. Oké, mama. Ik doe het meteen. Haha, ik wist dat je hem leuk zou vinden. Ik ben een muisje. Zullen we vriendjes worden? Al gauw was Caillou Gilbert's waterbakje helemaal vergeten. De volgende dag maakte Caillou zich een beetje zorgen. Ik zie Gilbert nergens, mama. Oh, hij loopt hier zeker ergens rond. Hoewel, nou je het zegt, ik heb hem eigenlijk ook nog niet gezien. Oh, ik ben vergeten Gilbert's waterbakje bij te vullen. Arme Gilbert. Je zorgt echt heel erg goed voor jullie klassenhuisdier, Caillou. Maar misschien moet je iets beter je best doen voor je eigen huisdier. Caillou wist dat mama gelijk had. Ja, ik moet Gilbert zien te vinden. Wow! Gilbert? Uiteindelijk vond Caillou Gilbert in zijn kamer. Hij stond pal voor de kooi van Hamish. Gilbert, nee! Laat Hamish met rust! Oh, het spijt me, Gilbert. Ik dacht dat je achter Hamish aan zat. Maar je hebt gewoon dorst. Kom maar. Dan gaan we wat water drinken. Dit is voor jou, Gilbert. Een snoepje. Het spijt me, jongen. Ik was zo druk voor Hamish aan het zorgen dat ik jou vergeten ben. Het leek erop dat Gilbert dat niet zo erg vond. Zijn we dan nu weer vriendjes? Misschien kunnen we allemaal vriendjes zijn. En ze werden allemaal vriendjes.
toen Caillou erachter kwam dat hij zijn aandacht kon verdelen. In de tuin. Caillou, papa en mama hadden net een heel speciaal ontbijtje op. Het verrassingsontbijt voor de verjaardag van papa. Vond je het lekker? Nou en of. Dank je wel voor dat heerlijke ontbijtje. Jullie allemaal. Gefeliciteerd. Dank je, Rosie. Oh, ik moet er snel vandoor. Ik zou opa vandaag gaan helpen in zijn tuin. Tjoen, moet je al dat onkruid zien? Ik moet ook nodig in onze eigen tuin aan de slag. Nou, dat doen we dan maar later. Doe je wel de groetjes aan opa en oma? En nodig ze uit om deze week bij ons te komen eten. Ja! Zal ik doen. Caillou keek eens goed naar de tuin. Er stond inderdaad veel onkruid. Toen kreeg Caillou een idee. Zullen we papa nog een verjaardagsverrassing geven? Wat voor verrassing dan? Misschien kunnen we het onkruid wieden voor papa, voor hij weer thuis komt. Wat een leuk idee, Caillou. Dan heeft hij de rest van het weekend lekker vrij. Rosie helpen, Rosie helpen! We helpen allemaal, maar eerst doen we een beetje zonnebrand op. Onkruid, ik kom je halen! Mama, waarom wieden mensen onkruid? Nou, anders groeit het door de hele tuin. En onkruid pakt voedsel en water af van de andere planten. Kunnen die dan niet meer groeien als er onkruid is? Ja, wel een beetje, maar niet zo goed als anders. Als we het onkruid wieden, krijgen de andere planten meer voedsel en water en groeien ze beter. Oh, oké. Ik krijg het onkruid heus wel. Niet zo snel, jij. Ik moet je eerst laten zien wat het onkruid is en wat niet onkruid is. Ik wil natuurlijk niet dat je mijn petunia's eruit trekt. Mama liet Caillou en Rosie zien wat het onkruid was en wat de bloemen waren. Caillou vond het allemaal heel erg interessant. En mijn kleine hulptuinmannen, zijn we er klaar voor om onkruid te wieden? Oh ja! Ja! Oh, en er is nog iets anders. Pas op, want achter in de tuin staat nog wat ambrosia. Ambrosia? Ja, dat is een plantje waar Rosie van gaat niezen. Dus als jullie twee nou hier het onkruid gaan wieden, dan doe ik het wel achter in de tuin. Oké? Oké. Ik zal goed op Rosie letten. Ze kan mij mooi helpen. Caillou vond het leuk om onkruid te wieden. Hij wist zeker dat ze het af zouden krijgen. Totdat Rosie ineens een idee kreeg. Rosie plukken! Nee, dat zijn mama's madeliefjes. Die mag je niet plukken. Dat zijn bloemen, geen onkruid. Rosie, niet plukken? Nee, je moet deze plukken. Alleen het onkruid. Nee, Rosie, niet de bloemen. We moeten dat lelijke onkruid plukken. Laat de bloemen maar met rust. Caillou dacht dat het veel sneller zou gaan zonder zijn hulpje. Kijk, Rosie, dit is allemaal onkruid. Hier mag je alles plukken wat je wilt. Kijk, doe mij maar na. Zie je wel, Rosie? In dit deel van de tuin mogen we alles plukken wat we maar... Rosie? Rosie? Rosie ging naar mama toe. En de ambrosia, waar ze van ging niezen. Nee, Rosie, kom terug! Kom maar mee, Rosie. Laten we hem in de zandbak spelen. Dat vind je leuk, toch? Zo, nu ga jij lekker in de zandbak spelen terwijl ik onkruid wiet, oké? Oké. Rosie! Je mag al deze bloemen echt niet plukken, Rosie. Wacht eens. Wil je soms buiten met je poppen en je speelgoed spelen? Papa! Oké, blijf hier even staan. Ik ben zo terug met je speelgoed. Ik ga naar binnen om wat speelgoed voor Rosie te halen. Oké. En denk erom, Rosie, geen bloemen plukken. Caillou wilde Rosie lekker bezighouden buiten.
Dus had hij bedacht dat hij veel speelgoed mee moest nemen. Het is gelukt. Rosie! Nee! Nee, nee, nee! We moesten onkruid plukken, niet de bloemen. Papa, verjaardag! Verjaardag? Bedoel je dat je papa bloemen wil geven voor zijn verjaardag? Verjaardag. Dat is lief, Rosie. Maar ik wil papa een tuin zonder onkruid geven. Niet een tuin zonder bloemen. Rosie begreep er niets van. En Caillou was bang dat hij nooit op tijd al het onkruid uit de tuin zou krijgen. Er is nog zoveel te doen, Rosie. De bloemperken en het gras. Overal staan nog paardenbloemen. Mooi! Wat is mooi? De paardenbloemen? Dat is onkruid. Mooie bloemen! Ik weet het. Rosie, waarom pluk je niet een paar van die gele bloemen voor papa? Dat vindt hij leuk, oké? Okay? Oké. Okay. Wauw, moet je nou eens kijken. Dat hebben we voor jou gedaan. Leuke verrassing? Zeg dat wel. 2 verjaardagsverrassingen op 1 dag. Dank je wel. Caillou heeft deze verrassing voor je bedacht. En hij heeft er echt heel hard aan gewerkt. Echt waar? Wauw. Onkruidwieden in de tuin is een flinke klus. Dank je wel, Caillou. Graag gedaan. Oh, en we hebben nu nog een verjaardagsverrassing voor je. Hé, Rosie? Ja. Gefeliciteerd. Caillou was benieuwd of papa Rosie's onkruidcadeautje mooi zou vinden. Oh, wat zijn ze mooi, Rosie. Dank je wel. Het was een goed plan geweest om Rosie de paardenbloemen te laten plukken. En het was heel goed gelukt. Op een avond was het een wilde bende bij Caillou thuis. Want hij en Rosie waren heel enthousiast over alle dieren die ze in de dierentuin zouden gaan zien. Ja, ik wil de tijgers zien. Papa, ga je? Ik weet dat jullie er zin in hebben, maar het duurt echt nog even voor we naar de dierentuin gaan. Hé, luister eens. Je kan op een kameel rijden in de dierentuin. Echt waar? Dat moet te gek zijn, zeg, om bovenop de bult van een kameel te zitten. Ja, kameel! Het klonk leuk, op een kameel rijden. Maar toen Caillou een plaatje van een kameel zag, begon hij toch te twijfelen. De volgende dag op school vroeg Caillou aan Leo wat hij van kamelen vond. Hou jij van kamelen, Leo? Echt niet. Die zijn raar. Ze hebben een grote bult op hun rug. En grote, vreemde ogen. En een rare, lange nek. En ze houden niet van mensen. En ze spugen. Echt waar? Eeuw. We zijn er. De dierentuin. Wat zullen we eerst doen, jongens? Een ritje op de kameel? Nee. Ik wil eerst naar de aapjes toe. Mag dat? Aapie, aapie. Oké, aapjes van me. Kom maar. Kijk, Rosie, ik ben een aapje. We hebben nu wel lang genoeg bij de aapjes gestaan. Volgens mij wil Rosie nu ergens anders heen. Willen jullie nu een ritje op de kameel? Ja, op kameel rijden. Caillou wilde helemaal niet op een kameel rijden. Maar hij wist niet hoe hij het tegen papa en mama moest zeggen. Rosie houdt van papegaaien. Zullen we anders eerst naar de vogels gaan? Oké, Rosie? Papegaaien! Oké, kom maar mee dan. Rosie vond het leuk om de papegaaien te zien. Maar al gauw had ze daar ook genoeg van. Gaan we? Maar je vindt de papegaaien toch leuk, Rosie? Laten we nog even blijven kijken. Wah! Wah! Kijk, ik ben een papegaai. Jij bent ook een papegaai. Nee. Doei, doei, papegaai. Kijk, jongens, de kamelen zijn hier vlakbij.
Maar kijk, daar zijn zeeotters. Zeeotters zijn ook leuk, hè, Rosie? Gaan we daarheen? Ah. Oké, dan gaan we eerst naar de zeeotters en daarna naar de kamelen. Caillou deed net alsof hij de zeeotters ontzettend leuk vond. Maar na een poosje had zelfs hij het wel gezien. Gaan we, mama? Nu? Ja, Rosie. Het is nu wel tijd om te gaan. Kom mee, Caillou. Dan gaan we bij de kamelen kijken. Maar ik wil nog even bij de aapjes kijken. Mag dat? Ah, Caillou. Als je iets dwars zit, mag je het me altijd zeggen. Ik wil niet op de rug van een kameel. Ze houden niet van mensen. En ze spugen. Spugen? Ik heb altijd gehoord dat kamelen heel lief zijn. Maar je hoeft niet op een kameel te rijden als je dat niet wil. Je mag het zelf weten. Maar misschien moet je de kamelen eerst zien voor je beslist. Caillou dacht er eens diep over na. Hij moest toegeven dat hij wel een beetje nieuwsgierig was geworden naar die kamelen. Oké. Hoi, kameel. Hallo. Willen jullie op de kameel rijden? We zijn er nog niet helemaal aan toe. Caillou wil eerst nog even kijken. Dat is goed, hoor. Caillou, dit is Rudy. Hij vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Wil je kennis met hem maken? Spuugt hij niet? Spugen? Nee, meestal niet. Hij is heel erg aardig. En het is een heel mooi beest. Kijk maar eens naar Rudy's poten. Hij heeft maar twee tenen. Zo is het. Kamelen hebben zulke tenen nodig om in de woestijn te lopen. Ze spreiden hun tenen zodat ze niet wegzakken. En als kamelen lopen, zetten ze met hun poten aan één kant tegelijk een stap. En dan met hun poten aan de andere kant. Zo loopt bijna geen enkel ander dier. Caillou vond kamelen steeds interessanter worden. En weet u nog meer over kamelen? Ja, wist je dat kamelen de enige dieren zijn die zo'n bult hebben? Veel mensen denken dat kamelen daar water in bewaren. Maar eigenlijk bewaren ze er vet in. Met al dat vet kunnen ze heel lang zonder eten. Soms wel 2 weken. 2 weken? Dat is wel heel erg lang. Ben ik even blij dat ik geen kameel ben. Wil je Rudy eens aaien? Ik aaien! Kameel! Hoi, Rudy. Caillou was blij dat Rudy niet naar hem spuugde. Het leek eigenlijk wel alsof Rudy het helemaal niet erg vond. En wil je helpen Rudy te voeren? Probeer het maar, Caillou. Weet je wat? We doen het samen. Rudy was heel erg lief. Caillou kon het niet geloven. En wie wil er een ritje maken op zijn rug? Ik graag. Hoi, kameel. Oké, klim er dan maar op. Caillou. Hierna gaan wij, Rosie. Op een kameel zitten is heel erg leuk. Ik vind Rudy lief. Gaan we snel nog een keertje? Ja, dat lijkt me een heel goed idee. En als Rudy loopt, stapt hij eerst met allebei zijn poten aan de ene kant en dan met allebei zijn poten aan de andere kant. En daar ga je heel erg van schommelen. Wauw! Ik kan niet wachten totdat ik ook op een kameel mag. Caillou was niet alleen over zijn angst voor kamelen heen. Hij liet de anderen ook zien hoe je zoiets moest doen. Niet te hoog voor mij. De peuterschool was al afgelopen, maar Caillou was zich nog steeds aan het aankleden om naar huis te gaan. We moeten ons lekker warm inpakken. Zo, eindelijk. We zijn er klaar voor. Zeg juf Martin maar gedag, jongens.
Doei, doei. Dag, Jos Martin. Dag, jongens. Deze kant op, Rosie. Sneeuw! Rosie ook, papa! Rosie ook! Caillou vond de hoge heuvel er heel spannend uitzien. Gaan wij ook sleeën, papa? Oh. Vandaag niet. Maar morgen is het zaterdag, dan komen we terug. Jippie! Ja! Kom op, Rosie. Morgen ga ik met mijn slee van de hoge heuvel af. Die is wel heel hoog. Misschien moet je daar eerst even een nachtje over slapen. Caillou kon zijn ogen niet van de hoge heuvel afhouden. Hij wist het heel zeker. Mama, moet je horen, mama? Morgen gaan we samen met papa sleeën. En dan ga ik van die hele hoge heuvel af. Nou, dat klinkt spannend, zeg. Maar is die hoge heuvel niet een beetje te hoog, Caillou? Maar niet te hoog voor mij. Zoals ik al zei, Caillou, laten we er eerst een nachtje over slapen. Papa, wakker worden. Vandaag gaan we naar het park. We zijn er klaar voor. Ik heb Rosie geholpen. We konden maar één laars vinden, dus mag ze een oude van mij aan. Oude laars. Papa deed zachtjes, net als Caillou en Rosie, zodat ze mama niet wakker zouden maken. Goed gedaan hoor, Caillou. Maar ik denk dat ik wel weet waar we Rosie's andere laars kunnen vinden. Kom maar, dan gaan we eerst even ontbijten. Kom op, papa! Opschieten! Sneeuw! Nee, Rosie, niet hier. We moeten naar de hoge heuvel toe. Instappen maar. Hup, 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 hup. Sneller, papa. Sneller. Ja! Hou papa goed vast, Rosie. Die heuvel is heel hoog. Veel te hoog voor jou alleen. Maar niet te hoog voor... De heuvel was veel hoger dan Caillou gedacht had. Caillou, sleeën? De heuvel was wel te hoog voor Caillou. Hij wist niet wat hij nu moest doen. Weet je, Caillou, je kan natuurlijk alleen spelen. Maar soms is het leuker om met een vriendje te spelen. In plaats van in je eentje op deze hoge heuvel te gaan spelen, is het misschien leuker om met Rosie te gaan spelen op de kleine heuvel. Wat vind je daarvan? Kan je spelen? Ja, het is veel leuker om met Rosie te spelen. Zal ik met jou van de kleine heuvel afgaan, Rosie? Jij mag voorop. Ja! Hoi, Caillou. Moet je horen? Ik ga van de hoge heuvel af. Maar hij is echt heel erg hoog, André. Hij is niet te hoog voor mij. Papa, mag ik kijken hoe André van de hoge heuvel af gaat? Ah. Oké, maar doe voorzichtig. Jippie! Kom op, Caillou. Opschieten. Ik wil van de hoge... Wow. André had ook niet gedacht dat de heuvel zo hoog zou zijn. Hij is echt heel erg hoog. Te hoog voor jou? Nee, heus niet. Hij is... alleen. Voor André was de heuvel ook te hoog. Maar dat wilde hij niet tegen Caillou zeggen. Papa! Daar ga je, Rosie.
jaloezie. Soms is het leuker om met een vriendje te spelen. Huh? In plaats van in je eentje op de grote heuvel. Kom je anders met Rosie en mij op de kleine heuvel? Ja, laten we met z'n allen spelen. Dat is ook veel leuker. Ja! Kom op, Caillou, we gaan. Hoi, papa. Ik dacht dat André van de hoge heuvel af wilde. Volgens mij was hij een beetje bang voor de hoge heuvel. Nou, het is niet erg als je ergens bang voor bent. Maar soms is het best lastig om te zeggen dat je bang bent. Caillou wist precies wat papa bedoelde. Want hij wilde zelf liever ook niet zeggen dat hij bang was voor de hoge heuvel. Net als André. Ik heb tegen hem gezegd dat het leuker was om met ons te spelen. Dus toen hoefde hij niet te zeggen dat hij bang was. Dat was heel aardig wat je voor je vriend hebt gedaan, Caillou. Misschien gaan André en ik volgend jaar wel van de hoge heuvel. Kom op, Caillou. Geef eens een zetje, papa. Caillou had geleerd dat je best ergens bang voor mocht zijn. Hij zou heus nog wel eens van de hoge heuvel afsleeën. Ooit. De vliegende schotel van Caillou. Caillou en Leo waren astronautje aan het spelen. Heb jij toevallig een ruimterobot gezien, papa? Ruimterobot? Even denken. Ik ben een ruimtereiziger! En Leo is de ruimterobot. Hoho, ik begrijp het. Nou, ik zag de ruimterobot voor het laatst in de keuken. Hij dronk limonade met Rosie. Limonade? Laat wat voor mij over! Wow. Dit is geen limonade, Caillou. Dit is raketbrandstof. Dat drinken ruimterobots heel erg graag. Opeens zag Caillou iets vreemds. Wat krijgen we nou? Volgens mij zag ik net een vliegende schotel. Een vliegende auto? Weet je zeker dat het een vliegende schotel was? Hij was rond en plat en zilver en glimmend. Kijk, hij zag er precies zo uit. Hij was wel een beetje klein, maar het moet wel een vliegende schotel zijn geweest. Vliegende auto! Caillou, je eten wordt koud. Sorry, mama, maar ik wil de vliegende schotel niet missen voor als hij terugkomt. Het zou wel eens iets anders kunnen zijn geweest dat je hebt gezien. Wat vliegt er dan nog meer rond dat rond, plat, zilver en glimmend is, papa? Vliegende auto! Wow! Vet! Hoe zagen de marsmannetjes eruit, Caillou? Die heb ik niet gezien. Alleen een vliegende schotel. Maar we denken dat ze groen waren en drie ogen hadden. Net zoals in onze strip. Wauw! Dat klinkt heel erg spannend, Caillou. Maar weet je, soms blijken de dingen die we zien toch heel anders te zijn. Maar wat vliegt er dan nog meer rond dat plat, rond, zilver en glimmend is? Geen idee. Het is echt een raadsel. Ik weet wat. Ik ga hem zoeken en dan neem ik hem mee naar school. Dan kan iedereen hem zien. Ja! Yeah! Wat een avontuurlijk plan, zeg Caillou. Ik hoop dat je niet te teleurgesteld zult zijn als je die vliegende schotel niet zult vinden. Dat komt wel goed hoor. Ik vind hem wel. Wacht maar af. Caillou wilde de kleine vliegende schotel gaan vangen. Zodra de vliegende schotel terugkomt, rennen we naar buiten en dan vangen we hem met papa's net. Oké, Rosie? Vliegende auto! Juist.
Gilbert, je zit voor mijn verrekijker. Zo zie ik die vliegende schotel natuurlijk nooit. Vliegende auto! Ja, vliegende schotel. Vliegende auto! Vliegende auto! Caillou kwam erachter dat het moeilijker was dan hij dacht om een vliegende schotel te vangen. Hij moest iets anders verzinnen. Oké, als je vliegende schotel terugkomt, mag je er een foto van proberen te maken om aan je klas te laten zien. Dankjewel, mama. Maar als hij niet meer terugkomt, is het ook goed. Want iedereen weet dat jij je best hebt gedaan. Oh, maar hij komt terug hoor, dat weet ik gewoon. En dan laat ik hem aan iedereen zien. Dank je, mama. De schotels zijn niet roze, Rosie. Ze zijn zilver, zoals die ene buiten. Ja, kijk, Rosie. Papa, mama, Gilbert. Alleen geen vliegende schotels. Maar je hebt het wel geprobeerd. Dat is het belangrijkste, Caillou. En je hebt een paar hele grappige foto's van ons gezin gemaakt. Vooral deze van Gilbert. Ik heb er nog wel een lijstje voor. Dan kan je hem in je kamer ophangen. Caillou was teleurgesteld. Het was uiteindelijk toch geen vliegende schotel. Het was een taartvorm die uit de vuilnisbak was gewaaid. Vliegende auto! Dat is geen vliegende schotel, Rosie. Het is gewoon iets wat door de wind is meegenomen. Dankjewel, Rosie. Het heeft inderdaad hard gewaaid de laatste tijd. Waarom kijk je nou zo sip, jongen? Ik heb op school gezegd dat ik een vliegende schotel had gezien. Nu moet ik tegen ze zeggen dat het een taartvorm was. Oh, ik snap het. Weet je, Caillou, in plaats van verdrietig te zijn over wat niet gelukt is, zou je juist trots moeten zijn op wat wel gelukt is. Ik bedoel dit. Je kan geen vliegende schotel laten zien, maar je hebt wel het raadsel opgelost van wat het wel was. Een taartvorm. Dat is waar, ja. Mag ik die taartvorm alsjeblieft mee naar school nemen, papa? Vliegende auto! Wow. Hij lijkt echt op een vliegende schotel. Ja, maar het is gewoon een oude taartvorm. Dat heb ik ontdekt. Ja! Yeah! Goed gedaan, Caillou. Weet je? Ik krijg opeens een heel goed idee voor een kunstproject. Hé, kijk! Leo is een marsmannetje. Een robotmarsmannetje. Ik heb dorst. Ik wil een glas raketbrandstof. Caillou had dan geen vliegende schotel gevonden, maar hij vond het wel leuk om er met zijn vriendjes eentje te maken. Caillou kon niet wachten. Hij was helemaal klaar om te gaan voetballen in de tuin. Maar hij had niet gerekend op... regen? Oh, wat moet ik nu dan doen? Wat is er aan de hand? Ik wil voetballen, maar het regent. En nu heb ik dus niks te doen. Oh, maar waarom ga je dan niet met je ruimteschip spelen? Dat is kapot. En Rexy dan? Gilbert heeft op hem gekwijld. Kan je spelen met... Popje? Nee, dank je, Rosie. Jongens!
Jullie raden nooit wat ik gevonden heb. Moet je komen kijken. Papa was opgewonden over wat hij in de kelder had gevonden. Caillou vroeg zich af wat het kon zijn. Wauw, puzzels! Niet zomaar puzzels, mijn puzzels. Waar ik mee gespeeld heb toen ik klein was, Caillou. Kijk, piraten! Dat was een van mijn lievelingspuzzels. Schatje, is het niet een goed idee om wat hulp te vragen bij je puzzels? Ja, natuurlijk. Caillou, heb je zin om me te helpen? Oké. Kijk, nu heb je iets te doen, ook al regent het buiten. De puzzel was al bijna klaar. En Caillou had het zo naar zijn zin. Nog maar één stukje. De doos is leeg, papa. Is hij leeg? Weet je het zeker? Ik dacht wel dat ik alle puzzelstukjes had. Ik weet het zeker. Het laatste stukje moet hier ergens liggen. Misschien zitten we erop. Caillou en papa keken goed om zich heen. Ik zie hem niet, papa. Maar ze konden het ontbrekende puzzelstukje nergens vinden. Ik snap er niks van. Waar kan die nou zijn? Misschien heeft Gilbert hem gepakt. Sorry, Gilbert. Dit is belangrijk. Ah, hij is echt verdwenen. Nu kunnen we de puzzel niet afmaken. Caillou was teleurgesteld. Maar daar wist papa wel raad mee. Arr, wat zeg je ervan om samen naar schatten te gaan graven? Naar schatten graven? Ai, maatje. Maar waarom heb jij je piratenkostuum niet aan? Maar ik heb geen piratenkostuum. Dan moet je er snel een regelen, maatje, om te gaan schatgraven naar het verloren puzzelstukje. Oké, ik bedoel, ai ai. Arr, nu ben je een piraat, net als ik. Arr, kapitein. Zo hoor ik het graag. Goed, nu zijn we klaar om te gaan schatgraven. Hijs de zeilen. Op zoek naar het verloren puzzelstukje. Gooi het anker uit, maatje. Arr. Een verlaten eiland. En kijk, daar is matroos. Een schatkist. Arr. Het is mijn speelgoed maar, kapitein. Wat doen jullie nou weer? Arr. Wat voor een vaartuig is dit? Dit heet een yogamat. Een yogamat, zeg je? Jij verbergt toch niet toevallig schatten onder die mat? Of wel soms? Nou, je mag wel even kijken. Arr, geen schatten in het ruim, maatje. We moesten maar weer eens gaan. Zeg maar op, landrot. Waar kunnen wij de schatten vinden? Je moet het zeggen, Gilbert. Anders gooien we je overboord. Arr. Caillou en papa hadden al de hele middag naar schatten gezocht. Arr, geniet je van je piratenmaaltje, maatje? En van schatzoeken krijgen piraten altijd honger. Jullie zullen het niet geloven, maar Rosie heeft het verloren puzzelstukje. De schat, bedoel ik. Het puzzelstukje? Ha, dat was ik al bijna vergeten. Ik ook. We hadden denk ik zoveel lol met piraatjes spelen, dat we vergeten zijn waar we naar op zoek waren. En jij dacht nog wel dat je je zou vervelen, Caillou. Ja, maar het was superleuk. Waar vond je het laatste puzzelstukje, mam? Gilbert had hem. En Rexy ook. Ik wist dat we die landrot Gilbert niet konden vertrouwen. De volgende dag rende Caillou van school naar huis. Hoi, Caillou. Wil je spelen? Hij ging iets enorm spannends doen. Misschien later, Sarah. Papa
papa en ik gaan puzzelen. Sinds wanneer zijn puzzels zo leuk? Oké, dan moet ik mijn robotkostuum maar gaan zoeken. Ja, en dan gaan we op superrobotzoektocht naar het laatste puzzelstukje. Maar Caillou, we weten niet eens of er een stukje ontbreekt van de robotpuzzel. Maakt dat iets uit? Nee, dat maakt niks uit. Vanaf die dag wist Caillou hoe hij altijd pret kon hebben. Gewoon met een beetje fantasie. Speel met me. Caillou voelde zich een beetje eenzaam vandaag. Hij wilde met iemand spelen. Wil je met me spelen, mama? Zullen we naar het park gaan? Nee, het spijt me, Caillou. Ik heb echt nog hartstikke veel te doen. Oh. Maar als ik straks hiermee klaar ben, kunnen we wel naar het park. Oh, oké. Waarom doe je geen spelletje? Of ga even tekenen? Of vraag papa anders. Misschien kan hij met je spelen. Ja, papa! Papa! Dat scheelde niks. Je moet me niet zo laten schrikken, Caillou. Ik deed het niet expres. Sorry. Heb je zin om over te gooien? Vangen hoef je in ieder geval niet meer te oefenen. Ik bedoel in het park. Dat kan nu even niet, Caillou. Ik moet het huis schoonmaken. Misschien kunnen we naar het park als ik klaar ben. Oké? Oké. Rosie, waar ben je? Caillou wilde graag met zijn zusje spelen. Totdat hij zijn vriendinnetje Sarah buiten zag. Ja, Sarah is thuis. Hoi, Sarah. Hoi, Caillou. Wil je met me spelen? Ik kan nu even niet. Ik heb zo pianoles. Pianoles? Moet je daar dan heen? Nee, ik vind het leuk. Misschien kunnen we later spelen. Ja, oké. Later. Veel plezier. Bedankt. Iedereen had het druk vandaag. Zelfs Rosie. Thee? Zullen we spelen, Rosie? Theefeestje? Nou, we kunnen ook overgooien in de tuin. Dat vind je toch leuk? Nee, theefeestje. Kom op, Rosie. Alsjeblieft, het is lekker weer. Dat is altijd leuk. Ik wil met de poppen. Goed, dan vraag ik wel of Gilbert met me wil spelen. Nog wat thee? Caillou probeerde met Gilbert te spelen. Maar zelfs die had het te druk. Te druk met dutjes doen. Wat is er toch, Caillou? Niemand wil met me spelen. Iedereen heeft het te druk. Zelfs Gilbert. Ja, dat is niet zo leuk, Caillou. Maar soms hebben mensen en dieren dingen die ze moeten doen. Nou, zelfs Rosie wil niet met me spelen. En ik speel altijd wel met haar. Altijd? Nou... Waarom probeer je eerst niet even jezelf te vermaken? In ieder geval tot we naar het park gaan. Oké? Oké. Ik ga wel buiten spelen. Caillou zei dat hij buiten ging spelen. Maar hij wilde eigenlijk liever Sip voor zich uitkijken. Eindelijk!
eindelijk iemand die met me wil spelen. Hey, dat kietelt. Ik denk dat je wil dat ik achter je aankom. Ik kom eraan, hoor. Wow. Oeps, sorry, vogel. Voor zo'n kleine mier als jij. Jij gaat vast honing maken. Hey, ik ben geen bloem. Toen Caillou nadacht over de vogel en de mieren en de bij, kreeg Caillou ineens een idee. Iedereen heeft het wel eens een beetje druk. Zelfs kleine vogels en insecten. Dan ga ik ook maar weer eens wat doen. Dag, lieve eerstbeestje. Toch, man. Nou, hier zijn ze. Zo, hij is af. We zijn klaar met werken, Caillou. Ben je klaar om te gaan? Waarheen? Naar het park. Caillou stond versteld. Hij was zo druk met tekenen dat hij het park helemaal vergeten was. Ik ben bijna klaar. Ik moet nog één dingetje doen. Dat is mijn lievelings. Het lieve heersbeestje. Ik heb vandaag met haar gespeeld. Geweldig. Ze zijn prachtig, Caillou. Lieve heersbeestje. Oh ja, wat goed van jou, Rosie. Wauw, jij bent vanmiddag wel druk geweest, Caillou. Hij had het inderdaad heel erg druk gehad. Nu kunnen we naar het park. Caillou had geleerd om zichzelf te vermaken zonder mama, papa of Rosie. Maar naar het park gaan is altijd erg leuk. Voor de hele klas. Op een grote paddenstoel. Volgens mij wil zij je nu al horen zingen. Oké. Caillou vond zingen voor mensen leuk. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer. Oh nee! Missie. Wat een gelukkie zeg. Er zit niks op mijn dino-shirt. Gelukkie? Nou, het tafelkleed had minder geluk. Let een beetje op bij wat je doet, Caillou. Oké, mama. Caillou besloot verder te gaan waar hij gebleven was. Zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen, te schommelen. Ah, dat klopt niet. Mama, ik weet niet meer hoe het liedje gaat. Wat nou als ik het morgen vergeet op school? Oh nee, joh, je zong het net anders nog perfect. En juf Martin is er ook om je te helpen. En daarbij, je kunt de hele dag nog oefenen. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Ik moet de groene hebben voor de vleugels. Waar is dat krijtje heen? Hij lette niet goed op. Dus zag Caillou het groene krijtje niet onder zijn bed rollen. Ah,
Dan ga ik wel een stukje vliegen. Voorzichtig. Je moet wel opletten waar je heen vliegt, Caillou. Sorry, papa. Oh, nee. Hij is gebroken. Kan je hem maken? Ik weet het niet. Ik ga eerst even douchen en dan kijk ik ernaar, oké? Oké. Hoi, mevrouw Howard. Oh, hallo, lieve Caillou. Oh, nee. Mijn shirt. Ach, gut, wat zonde. Dit is mijn allermooiste dino-shirt. Wat vind ik dat nou erg? Het is niet uw schuld. Ik heb gewoon een slechte dag. Ik mors de sap, verloor mijn groene krijtje en nou dit weer. Het klinkt alsof je een beetje pech hebt vandaag. Echt waar? Ik moet morgen op een grote paddenstoel zingen op school. Ik wil nu helemaal geen pech hebben. Nou, misschien moet je een talisman zoeken om weer geluk te hebben. Een talisman? Daar had hij nog nooit van gehoord. Ja, je weet wel. Zoals een klavertje 4. Klavertje 4? Oh, één met 4 blaadjes. Ja, of misschien een... Bedankt, mevrouw Howard. Caillou was druk op zoek naar een klavertje 4. Hij vond vooral heel veel gras. Wow! En een krekel. Hij vond zelfs een slak, maar hij zag nergens een klavertje 4. Op een grote paddenstoel, groot met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en witte wippen. Allebei zijn beentjes hoepelen in de lucht. Gaat alles wel goed met je, Caillou? Mijn dino-shirt is gescheurd. Oh, nee. Nou, misschien kan ik het wel maken. Mama, weet je nog iets dat geluk brengt, behalve een klavertje 4? Ja, sommige mensen geloven in geluksmuntjes. Een geluksmuntje? Ja, bedankt, mama. Hoi, Caillou. Hoe gaat het? Ik heb een geluksmuntje nodig, papa. Ik geloof niet dat de muntjes in mijn kleingeldpot geluk brengen. Echt niet? Echt niet. Muntjes kunnen alleen geluk brengen als je ze ergens bij toeval hebt gevonden. Op de stoep bijvoorbeeld. Deze knoop zocht ik al. Het is alsof ik een vallende ster zag. Een vallende ster? Brengen die ook geluk dan? Dat zegt men wel. De gewoonte is om een wens te doen als je ergens een vallende ster ziet. Maar... Bedankt, papa. Voor het slapen gaan zocht Caillou de lucht af naar een vallende ster. Maar het was veel te bewolkt om sterren te zien. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen. Het is tijd om naar bed te gaan, Caillou. Maar mama, ik heb nog geen vallende ster gezien. Waarom wil je een vallende ster zien? Omdat ik zoveel pech had. Ik gooide mijn sap om, raakte mijn krijtje kwijt, ik liet mijn vliegtuig vallen en ik scheurde mijn dino-shirt. Ja, het was misschien geen superdag. Maar soms heb je gewoon geluk en soms heb je gewoon pech. Je moet gewoon wat beter opletten, Caillou. Het zal wel. Oh, mijn groene krijtje! Nou, dat is toch ook wat? Misschien heb je toch geluk. En wat dacht je hiervan? En hiervan? Oh, jullie hebben het gemaakt! Dank je. Wat is er nou weer? Ik dacht dat alles nu goed was. Ik moet morgen op een grote paddenstoel zingen op school. Wat nou als ik het nog steeds niet weet? Caillou, je hebt dat liedje de hele dag gezongen. Je kent het echt uit je hoofd. Caillou dacht erover na en vond dat mama gelijk had. Hij had geen geluk nodig. Hij kende het liedje uit zijn hoofd. Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen, zat kabouter Spillebeen heen en weer te wippen. Krak zei toen de paddenstoel.
allebei die beentjes. Hoepla in de lucht. Goed gedaan, Caillou. Hij had geen geluk nodig. Hij hoefde alleen maar te geloven in zichzelf. Caillou de dirigent. Ik hoop dat Clementine en Emma snel klaar zijn. Clementine, mogen wij op de schommel alsjeblieft? Oké. Kom mee, Emma. Caillou, wie is dat? Juf Martin zei al dat er vandaag een speciale gast zou komen. Wat denk jij dat er in al die dozen zit? Speelgoed! Of misschien wel boterhammen? Of gebakjes met lekkere spikkels erop? Dat denk ik niet, Leo. Al snel kwamen Caillou en Leo erachter wat er in die dozen zat. Het waren muziekinstrumenten. De speciale gast heette Lisa. Zij was een echte muzikant. Ik speel fluit in een orkest. Een orkest is een grote groep muzikanten die samenspelen. Hier heb ik een foto van een orkest. En vandaag laat ik jullie wat muziekinstrumenten zien. De instrumenten die je daar ziet worden bespeeld in een orkest. Dit is een dwarsfluit. Die bespeel je door erin te blazen. Wauw! Net een vogeltje dat zingt. Goed gehoord, inderdaad. En dit noemen we een trompet. Die maakt een heel ander geluid, hoor maar. Ik weet wat dat is. Een trommel. Juist. En deze trommel bespeel je niet door erop te blazen, of wel soms? Nee, want je slaat erop. En nu mogen jullie zelf een instrument uitproberen. Zouden jullie ook in een orkest willen spelen? Ja! Ja! Wat een teleurstelling voor Caillou. Er waren geen instrumenten meer over voor hem. Maar Lisa had voor Caillou een bijzondere taak in gedachten. Wat is dat? Een dirigeerstok. Jij wordt onze dirigent, Caillou. En de dirigent leidt het orkest. Met jouw dirigeerstok heb je over iedereen de leiding. Oh. Caillou leerde hoe je met een stokje kunt dirigeren. Hij kon zijn vrienden langzaam laten spelen. Of juist snel. Hij kon ze zachtjes laten spelen. Of heel hard. En hij kon ze zelfs laten stoppen. Caillou vond het echt geweldig om dirigent te zijn. Wat ben je aan het maken, Caillou? Een dirigeerstok. Ik word dirigent. Harder, harder. Mama, mama, ik ben de dirigent. Oh, wat goed. Sneller, sneller, vroom! Caillou had zo'n plezier in het dirigeren dat hij niet meer kon stoppen. Papa, ik ben een dirigent! Wauw, een echte dirigent! La 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 la. La 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 la. Zachter. La 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 la. Harder. La 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 la. Nu Rosie. Mag Rosie ook even Caillou? Rosie ook. Maar het is mijn stok. Alleen grote kinderen kunnen dirigeren, Rosie.
Het is al goed, Rosie. Kom maar met mij mee. Zullen we met je poppen gaan spelen? Caillou voelde zich een beetje schuldig dat hij niet wilde delen. Maar ja, het was zijn dirigeerstok. Sneller, sneller! Rosie, waarom eet je zo snel? Je kunt beter langzaam en goed kauwen. Caillou, niet dirigeren als we eten, oké? Er is een tijd om te spelen en een tijd om te eten. Oké, papa. Welterusten, lieverd. Welterusten. Let op, Gilbert. Zachter, zachter. Ook de volgende dag had Caillou weer zin om te dirigeren. Hoi, Leo. Zullen we muziek spelen? Oké. Mag ik dirigent zijn? Nee, want het is mijn stok. Ik ben de dirigent. Jij mag spelen. Nee, ik wil niet meer. Caillou voelde zich schuldig omdat hij zijn beste vriendje niet liet dirigeren. Hij wist hoe leuk het was. En Leo zou het zeker ook leuk vinden om de dirigent te zijn. Hier, Leo. Jij mag de dirigent zijn. Dank je. Caillou wist wat hem te doen stond zodra hij weer thuis was. Caillou was blij dat hij Rosie ook had laten dirigeren. Samen delen vond hij toch het leukst. Kapitein Caillou. In tijden van chaos en onzekerheid hebben we allemaal een held nodig om tegenop te kijken. Superhelden, zoals... Ta-ta-ta-ta! Kapitein Caillou! En Leo de Geweldige! Wat een gave superheldenpakjes! Dank je, deze heeft mama gemaakt. Ik help graag mee, omdat jullie de buurt veilig houden. Kom mee, kapitein Caillou. Laten we kijken waar de superhelden nodig zijn. Goed idee, Leo de Geweldige. We gaan de wereld redden. Kapitein Caillou en Leo de Geweldige vlogen door het huis. Op zoek naar iemand die hulp nodig had. Wat is er aan de hand, Rosie? Ballon! De ballon van Rosie vliegt steeds verder de lucht in. Geen paniek, Rosie. Ik zal je ballon wel terughalen. Hé, ik wil ook wel helpen, hoor. Maar ik ben kapitein Caillou en ik kan dit helemaal alleen. Kijk maar, ik gebruik mijn super uitrekkracht. Ik heb hem bijna... Kijk uit! Leo de Geweldige gebruikt het laserzwaard. Hé, wat ben je aan het doen? Ik zou de ballon pakken. Ik probeer alleen maar te helpen. Ik had hem bijna. Maar dat is mijn dingenzwaard. Geef die je, Leo. Ballon. Uh-oh. Hij is kapot. Ballon. Het spijt me, Rosie. Misschien heeft papa wel een nieuwe voor je. Zie je nou wat je doet? Ik? Jij deed het! Kapitein Caillou was een beetje boos omdat Leo hem niet de ballon had laten pakken. Wel eens! Niet eens! Gelukkig kwam mama er al aan met een nieuwe klus voor de jongens. Kapitein Caillou, Leo de Geweldige, kunnen jullie twee misschien Gilbert voor me zoeken?
Hij heeft nog helemaal niet gegeten. Kapitein Caillou spoort de vermiste kat op. Nee hoor, want Leo de Geweldige vindt hem natuurlijk eerst. Mijn hulpje. Leuk. Leo de Geweldige maakt zichzelf onzichtbaar. En nu niemand me nog kan zien, kan ik Gilbert stiekem besluipen. Dit wordt echt een makkie. Huh? Nee, niet weggaan! Kom maar, Gilbert. Kom maar bij mij. Oh. Gilbert wilde niet geknuffeld worden. En hij wilde al helemaal niet gered worden. Maar wat hij wel wilde, was zijn ontbijt. Oh, daar ben je dan, Gilbert. Kom lekker binnen. Goed gedaan, Caillou. Maar het was toch de bedoeling dat ik Gilbert zou vangen? Ik wilde gewoon helpen. Ik kan er toch niks aan doen dat het jou niet lukte? Het was wel duidelijk dat onze superhelden het niet helemaal eens waren. Eigenlijk hadden ze er maar weinig plezier in. Kapitein Caillou, Leo de Geweldige. Was je ons aan het roepen, pap? Ja, ik heb dringend hulp nodig van een paar dappere superhelden. Deze onkruidmonsters staan op het punt om de hele tuin te overwoekeren. Oh, en misschien de hele wereld. Wie weet, is dit niet een mooie klus voor kapitein Caillou en Leo de Geweldige? Oh ja, wacht maar, onkruidmonsters. Met mijn superkracht ga ik jullie verslaan. Ik heb nog veel sterkere superkrachten. Gebruik de superkruiwagen maar om de onkruidmonsters naar de gevangenis te brengen. Of zoals mama het noemt, de composthoop. Oké. Kapitein Caillou en Leo de Geweldige gingen meteen aan de slag. Maar samenwerken? Nee, dat deden ze niet. Zeg maar dag, monsters. Hey! Ik was het eerst. En ik mag met de superkruiwagen de onkruidmonsters naar de composthoop brengen. Echt niet. Ik ren veel harder met mijn supervoeten. Hier komt Leo de Geweldige. Kapitein Caillou is de eerste. Toen zag kapitein Caillou dat zijn superkrachten niet zo super waren als hij tot dan toe had gedacht. En Leo de Geweldige zat het ook niet echt mee. Leo, ik heb al mijn onkruid gemorst. Ik ben toch niet zo'n goede superheld, geloof ik. Ik ook niet. De kruiwagen komt niet vooruit. Hij is te zwaar voor me. Zullen we elkaar anders helpen, Leo? Oké. Als jij me met de kruiwagen helpt, dan help ik je met het onkruid op te rapen. Ja, we zijn een team. Wij zijn kapitein Caillou en Leo de Geweldige. Superhelden. Kapitein Caillou en Leo de Geweldige waren een heel goed team. En samen verlosten ze de wereld, tuin... van onkruidmonsters. Caillou de Leeuw. Als de leeuwin rondtrekt over de savanne, ziet zij plotseling een gazelle. Kijk
Kijk eens hoe snel die leeuw kan rennen, papa. Mm-hmm. Leeuwen kunnen hard rennen. Maar deze keer lukt het de gazelle om harder te rennen dan de leeuwin. Zij keert terug, vermoeid en hongerig. Ik vind leeuwen gaaf. Ik ook. Het zijn mooie grote katten. En wat vind jij, Rosie? Nee, grote tanden. Oh ja, leeuwen hebben inderdaad hele grote tanden. Je hoeft niet bang te zijn, Gilbert. Kom maar tevoorschijn, hoor. Die leeuwen zijn al weg. Zo, kinderen. Tijd om wat klusjes te doen. Rosie, wil jij me helpen met de was opvouwen? En Caillou, ga jij je kamer maar opruimen. Als ik een leeuw was, zou ik niet hoeven op te ruimen. Want dan had ik geen kamer. Dat is waar. Maar aangezien je geen leeuw bent, zal je toch aan de slag moeten, Caillou. Oh, oké. Okay. Caillou ruimde netjes zijn kamer op. Hoewel netjes misschien niet het goede woord was. Ondertussen fantaseerde hij over hoe het leven van een leeuw eruit zou zien. Caillou dacht dat hij een prima leeuw zou zijn. En toen kwam hij op een idee. Kan ik je ergens mee helpen? Ik ben een leeuw. Een leeuw, zeg je? Maar wat heeft deze wilde leeuw in mijn keuken te zoeken? Ik ben op zoek naar voedsel. Oh, natuurlijk. Weet je, heel toevallig heb ik een heerlijke leeuwenmaaltijd in de koelkast liggen. Als je hongerig bent, mag je het wel hebben. Mm-hmm. Een leeuw zijn was veel leuker dan een jongetje zijn, vond Caillou. Caillou besloot het hele huis af te speuren naar gazelles. Maar hij vond alleen een wat verbaasde Gilbert. En een klein zusje dat theekransje wilde spelen. Ik zeg toch, Rosie, leeuwen drinken geen thee. En ze houden niet van theekransjes. Ook trof Caillou een hele verbaasde buurvrouw aan. Maar gazelles vond hij niet. Neem me niet kwalijk, mevrouw Howard. Nou, kom op, Caillou. Spruitjes zijn best lekker. Leeuwen eten helemaal geen spruitjes. Maar ik wil nog wel wat gazellen graag. Ik ben niet moe, mama. Ik wil nog niet gaan slapen. Caillou hoefde van mama niet in bad vandaag, omdat hij zei dat leeuwen zichzelf kunnen wassen. Maar Caillou moest wel op tijd naar bed. Nee, het spijt me, Caillou. Het is echt tijd om te gaan slapen. Maar leeuwen gaan 's avonds op jacht. Ja, de meeste leeuwen doen dat inderdaad. Maar mijn kleine leeuwtje heeft goede nachtrust nodig. Anders lukt het nooit om morgen weer op jacht te gaan. En nu is het tijd dat je me een kusje geeft en wel trusten zegt. Oké, mama. Wauw. Trusten. Goedemorgen, Caillou. Is mijn kleine leeuwtje uitgeslapen? Heb je lekker gerend? Ja, dank je. Het is heerlijk weer. Perfect voor een wandeling in het park. Ja! Tja, ik weet niet of dat wel zo'n goed idee is. Ik kan het mis hebben, hoor. Maar volgens mij mogen leeuwen niet in het park komen. Maar ik ben een brave leeuw. Echt waar, mama? Denk je er wel aan, Caillou, dat leeuwen een beetje eng kunnen zijn? Probeer niemand bang te maken, oké? Oké. Hebben we ook iets te eten bij, joh?
Leeuwen hebben vaak honger, wist je dat, papa? Zal ik jou eens wat zeggen? Dat wist ik, ja. En daar heb ik misschien wel rekening mee gehouden. Kijk eens wie we daar hebben. Lang niet gezien. Hé, Erik. Dat is een tijd geleden, zeg. Ken je mijn zoon Caillou nog? En dat is mijn dochter Rosie. Hoi, Caillou. Hoi, Rosie. Dit is mijn dochter Lissy. Caillou vond het reuze leuk om de baby te zien. Het spijt me. Ik wil haar niet bang maken. Oh, het geeft niks. Ze zal zo wel weer rustig worden. Rustig maar, Lissy. Sorry, Erik. Caillou speelt steeds dat hij een leeuw is. Maar misschien moet hij gewoon niet zo'n enge leeuw spelen. Misschien zijn alle leeuwen wel te eng voor babytjes. Koetsie, koetsie, Lissy. Dat is veel beter, Caillou. Toen ze weer thuis kwamen, vertelden ze mama over hun avonturen in het park en hoeveel plezier ze hadden gehad. En nu lekker lunchen. Maar ben je geen leeuw meer, Caillou? Nee, leeuwen zijn soms zo lawaaierig en eng. Oh, ik ben best wel blij om dat te horen. Want al ben je een geweldige leeuw, ik moet zeggen dat ik wel een beetje moe werd van al dat gebrul. Ja, vanaf nu ben ik een antilope. Caillou had geleerd dat het leuk was om dieren na te doen, maar dat er ook een tijd was om weer gewoon een jongetje te zijn.